Minister Schulz van Hagen gaf vandaag het startsein voor beter benutten. Daarbij ondertekent de minister de bereikbaarheidsverklaring Arnhem-Nijmegen. Minister Schulz vormt samen met Jaap Modder en Alex Hoof het bestuurlijk trio beter benutten voor de regio Arnhem-Nijmegen. Meneer Van Hoof, wat is er vandaag precies ondertekend? Nou, er is een bereikbaarheidsverklaring is er ondertekend. We leven hier in een regio waar veel mensen wonen, waar we ook veel wegen hebben, veel spoor hebben. Maar we willen natuurlijk wel dat het bereikbaar blijft. Nou, dan zou je kunnen zeggen van we bouwen alleen maar meer wegen of meer rails, maar dat is het hem niet. Op een gegeven moment kan dat niet meer. Dus we moeten gaan kijken hoe we slimmer de wegen en alles wat we hebben gaan benutten. Nou, met die bereikbaarheidsverklaring is een verklaring ondertekend waarbij zowel de overheden, landelijk, regionaal, als het bedrijfsleven met elkaar verklaart dat we aan de slag willen de komende jaren om de bereikbaarheid goed of eventueel zelfs beter te maken. Nou, dat is een project waar eigenlijk al een aantal jaar geleden mee is begonnen, hier in de regio, dat heet het project Slim. Maar nu is een ander project gekomen wat vanuit Den Haag is gekomen, dus landelijk is, en dat is beter benutten. En wat houdt dat precies in? Nou, een van de dingen die we vandaag in ieder geval hebben afgekaart met de minister, we hadden zo'n 7 projecten te doen, maar 1 project, dat ging om een bedrag van meer dan 10 miljoen euro, dat hebben we vandaag ook getekend, buiten bereik van de camera's, maar ik kan het hier wel melden. En dat is dat wij, dat heet het programma Slim Reizen, Slim Werken, en dat beoogt om het bedrijfsleven veel meer actief te maken in het verbeteren van het keuzegedrag van werknemers. Een heel succesvol programma nu al, want daar doen 40.000 werknemers in de regio aan mee. En dit programma wil op dat succes doorbouwen. En straks in een paar jaar tijd, 2014, 120.000 werknemers betrekken bij een verstandiger en verantwoorde mobiliteitsgedrag. En waarom is daarvoor gekozen om bereikbaarheidsverklaring te ondertekenen in Burgerzoek? Vanuit het bedrijfsleven werd er gevraagd of iemand lid kon worden van het bestuurlijk trio. Dus iemand zitting kon nemen in het overleg met Jaap Modder en met de minister. Nou, dat mocht ik doen. Toen was de bedoeling om die bereikbaarheidsverklaring te tekenen. Toen zei ik, nou ja, we kunnen het bij ons op de savannevlakte doen. Nou, dat vonden ze eigenlijk wel een heel leuk idee. Want de minister die gaat het hele land door. En die mag op het hele land mag ze op een aantal plekken zo'n bereikbaarheidsverklaring tekenen. Maar tussen de zebra's en de giraffen heeft ze dat nog niet gedaan. Dus zij vond het wel een heel erg leuk idee om op deze exotische plek, om het zo maar eens te zeggen, die ondertekening te doen. En hoe was dat voor u vandaag? En voor mij was het heel bijzonder. Wat was voor mij de eerste keer dat ik met de fiets de savannevlakte op mocht? Dat doe ik ook niet dagelijks. Gelukkig was het een elektrische fiets, dus ik had wat trapondersteuning en waardoor ik wat makkelijker door het mulle zand kon gaan. Maar toch nog was het even flink aanpoten om goed erdoor te komen. Maar het was heel bijzonder om tussen de savannedieren door te fietsen.